namens de gehele afdeling, dames en heren, is er het vandaag een vergadering geweest. Een afdelingsvergadering waarin wij een besluit hebben genomen. Het besluit luidt als volgt. En het is ook een bijzonder besluitje, dus luistert u goed. Na de heer A. Pechtold, verder is er niet één iemand, heeft de afdelingsvergadering van vandaag, 14 september 2012, besloten vanwege toch wel heel veel bijzondere en heel veel verscheidene verdiensten om het ere lidmaatschap van de afdeling te verlenen aan de heer Vermeen. Dat betekent ook dat Aad geen bloem heeft voor Anke, maar hier is erbij. Anke, kom je erbij? Waar ben je nu, Anke? Oh, daar. Dat is deze, de 60. Oh, Anke, dat wij Paul zo vaak van je mochten leven. Fijn, dankjewel. En bloemen geven alleen maar vlek op je prachtige kleding. Dus we dachten, een heerlijk wijn. Dat kan jij. Geniet ervan, lieverd. Dankjewel. Dankjewel. Mag ik weer teruglopen? Dankjewel. Paul. Ja, dat kwam even heel onverwacht binnen. Dat moet ik wel zeggen. Even slikken. Dank jullie zeer voor dit laatste. Dat heb ik niet zo vaak. Maar ik sta even met een mond vol tanden. Nou, gaat alweer beter hoor. Ik ga even heel kort iets tegen jullie zeggen. En dat gaat niet over die afgelopen 10 jaar, want alle dingen die me daarin als hoogte- en dieptepunten zijn overgekomen, die zijn hier eigenlijk gepasseerd. Als je de politiek ingaat en je doet dat 10 jaar in een stad als Leiden, die zo politiek ook is, dan maak je ongelooflijk veel mee. En dan is dat over het algemeen heel erg leuk en soms is het heel erg vervelend. Als je naar zo'n avond als gisteravond kijkt, velen van ons zullen die avond nog wel enigszins in het geheugen hebben zitten. Eigenlijk is dat helemaal niks bijzonders. Dat heb ik ook in die 10 jaar meerdere keren meegemaakt. Sterker nog, ik heb er zelf het nodig aan bijgedragen om avonden heel vervelend te maken in het verleden. Het werd net al genoemd, moties van afgrijzen. Ik had het verhaal ging vroeger dat ik standaard moties van wantrouwen bij me had. Dat was ook zo. Zeker in die periode. Weet je. In die 10 jaar dat ik in de politiek gezeten heb, heb ik ook één zin vaker gezegd, denk ik, dan alle andere zinnen. En dat is dat er veel meer is dat ons verbindt dan wat ons verdeelt. Zo voel ik dat ook echt en zo voel ik dat tot op de dag van vandaag. Want alle mensen die hier staan en die op welke manier dan ook bijdragen aan de politiek, die hebben allemaal maar één doel voor ogen, dat is die stad beter maken. Het enige lastige is dat we daar dan soms een beetje verschillend over denken hoe dat moet. En daarom bestaat dat ook en dan steken we onze hand op en dan gaan we weer in een bepaalde richting verder. Waar ik wel aan heb willen werken is het vinden van een manier waarop we dat toch wat minder doen in direct na verkiezingen met een boekwerkje wat we dan schrijven en waar eigenlijk verder iedereen vanaf moet blijven. En we hebben echt met elkaar, zo voel ik dat ook, ik heb er ook iets van gevonden, maar we hebben het met z'n allen gedaan. We hebben een weg willen zoeken naar een manier waarop we veel meer ook met de stad, met de mensen in de stad, deze stad willen besturen. Dat is een ongelooflijk lastige zoektocht en we zijn nog niet eens op de helft, maar we zijn er mee bezig. En we hebben geprobeerd om de raad meer aan het stuur te krijgen, meer richting te geven aan het college, want daar ontbrak het ook volledig aan. Dat heb ik in de eerste 8 jaren van mijn politieke loopbaan heel erg gemist. Ik heb aan beide kanten gezeten in de coalitie en in de oppositie. Het was allebei niet leuk. Zo moet democratie in mijn ogen niet werken. Democratie moet een levend ding zijn, moet debat opleveren. Nou, en zo'n avond hadden we nog gisteren ook weer met elkaar. En ik wil één ding daarover zeggen. Die bestuurscultuur, die is er. Mark zei er ook al iets over. En ik heb wel het gevoel dat er elementen in ieder geval zijn die we met z'n allen niet zo snel meer vanaf zullen willen. En dat hoop ik ook. En dat
werd ook wel bevestigd in het bestuurskrachtonderzoek dat het de moeite waard was om daarmee verder te gaan. Gisteravond is, en wat er in die afgelopen week gebeurt, is misschien, geeft reden tot enige somberheid, bij sommigen althans. Is het dan allemaal wel echt en geloven we er wel in en is het wel sterk genoeg? Ik zie iets heel sterks. Ik denk dat de bestuurscultuur sterker is dan we denken. Want wat gebeurt er eigenlijk gisteravond? Er hangt een motie van wantrouwen boven de markt. Nou, dat is wel vaker gebeurd. En in het verleden was dat zo. Dat als er ook maar een coalitiepartij enigszins niet meteen nee begon te knikken. Dan was het gebeurd. Dan was het college gevallen. En dan gingen we weer iets anders doen met z'n allen. En dan gingen we heel veel energie verstoken. Nu kan het maar zo gebeuren dat er een coalitiepartij, of misschien wel twee, denkt. Een motie van wantrouwen. Nee, het is er één, zie ik. Heel goed, meneer Meijer. ik geloof niet dat bij D66 die neiging er is. Dus, maar goed. Laat ik het zo zeggen. Het is mogelijk dat er een motie van wantrouwen wordt ingediend. Dat gebeurt meestal door de oppositie. En dat die door een coalitiepartij wordt gesteund. Ik ben ervan overtuigd dat hij het niet zal halen. Dat was in het verleden ondenkbaar. Hij haalde het altijd, want de oppositie zou altijd in zijn geheel meegaan. En het was bal. Ik voorspel u dat het dinsdag geen bal zal worden. Wat er ook gebeurt. Wij hebben dinsdag nog gewoon twee wethouders van D66. Daar ben ik van overtuigd. Waar ik wel voor wil waarschuwen, want anders dan sommige mensen misschien denken. Ik heb mij echt al helemaal teruggetrokken uit dit hele gebeuren in de fractie. Ik ben al blij dat ik er zo'n avond bij kan zijn. Ik wil erop wijzen en mijn collega's in de raad, waarin meer hen verbindt dan hen scheidt, nog één keer oproepen om het allemaal niet zo ver te laten komen. Ik geloof dat er gisteravond ook veel verstandige woorden zijn gezegd over dat uiteindelijk het belang van de stad voorop moet staan. En ik heb niet het gevoel dat met wat er gisteren gebeurd is het belang van de stad dichterbij is gekomen. Dus doe dat jezelf niet aan. Het zou ontzettend jammer zijn als er energie verloren zou gaan in een gevecht wat het in mijn ogen niet waard is. Maar mijn belangrijkste conclusie is in ieder geval dat ik denk dat die bestuurscultuur eigenlijk dus veel sterker is. Dat het dus gewoon gebeurt dat er oppositiepartijen zijn die zeggen, die gewoon kijken naar de feiten zoals we het hebben willen, zoals we het gewild hebben met elkaar. Factful politics. Weet je nog? Gewoon, waar gaat het eigenlijk over? En hoe staan wij daarin? En dat valt zeer te waarderen. En ik noem hier geen naam, ik kijk niemand aan, maar ik vind het echt pure winst dat gebeurt. En dat maakt deze stad in mijn ogen ontzettend krachtig. En ik ben blij dat ik daar in de afgelopen 10 jaar iets aan heb kunnen bijdragen. Dat heb ik met echt mijn hart en ziel gedaan. Dat is sommigen blijkbaar opgevallen. En het is ook echt zo, als ik ergens voor ga, dan ga ik er ook voor. En dat zal ik in de Kamer ook doen. Ik zie dat er nog enige ruimte voor verbetering in het nationale onderwijsbeleid is. Er zit een gaatje. Dat kan nog net een tandje scherper. Daar ga ik ook maar niet te veel over zeggen. Maar ik heb ook in de afgelopen week in de campagne gemerkt dat er ook in de Kamer ruimte zou kunnen zijn voor het meer met elkaar kijken naar wat er echt nodig is. Ik ben eigenlijk een politicus die de dingen niet zo politiek wil maken. Nou, dat klinkt allemaal leuk en ik heb het vaak genoeg wel gedaan hoor, begrijp me goed. Maar dan is het eigenlijk altijd een keuze uit armoede. Ik zou eigenlijk het liefst willen dat we met z'n allen dansen door het stadhuis gingen, het allemaal met elkaar eens waren en gewoon helemaal wisten hoe het verder moest. Nou, dat is een illusie. Maar je mag wel de wens hebben om met elkaar te blijven praten over, in mijn geval nu in Den Haag, waar heeft dat onderwijs nou eigenlijk behoefte aan? Dat is om te beginnen vertrouwen. Vertrouwen van de overheid in de mensen die in het onderwijs werken. Datzelfde verhaal kun je voor de zorg vertellen. En ik merk dat er verschillende partijen in de Kamer zijn. Van allerlei huizen, zal ik maar zeggen. Dat heeft niks met coalitie of wat ook te maken. Die daar ook zo over denken. En ik hoop met mijn onderwijservaring, dat is het andere dingetje wat ik gedaan heb, daar iets aan bij te kunnen dragen. Goed, ik ga nu even wat mensen bedanken. Dat is in de eerste plaats de organisatie van dit geweldige feestje. En dat zijn twee kanjers en daar hebben we nog veel meer van. Maar dit zijn wat heel bijzondere. In het bijzonder haal ik dan toch even Aad naar voren. Die het ook al lang niet meer droog gaat. Maar goed, zo hebben wij. Zo hebben wij 4 jaar lang met elkaar opgetrokken en ongelooflijk veel van elkaar geleerd.
De verdeling was altijd zo, ik deed de raad en Aad de rest van de stad. Ja, dat heeft ons geen windeieren gelegd, meer doordat we met heel veel goede mensen omringd waren. Niet waar, Aad? Onvergetelijk. Ik zie ook mensen uit de periode daarvoor, was ook mooi, jongens, echt, het was allemaal onvergetelijk. En ook de afgelopen periode natuurlijk, de afgelopen 2,5 jaar. Heerlijk. Niet altijd makkelijk, maar wel fijn. Ik raad het iedereen aan om eens een keer de grootste partij in deze stad te zijn. Dat is gewoon leuk. Ja, kijk, daar zijn de volgende al die wel uitkomen. Ja, ja. Nou, jullie hebben die ringweg Oostbonus woensdag goed weten te cashen. Sorry, dat kon ik even niet laten. Die natuurlijk. Nou, bestuur, onze geweldige wethouders, vind ik zelf, echt, maar dat vinden ze in de stad ook. Dus wees er voorzichtig mee. Ja, nee. Onze leden en al mijn collega's in raad en college, waar ik zoveel jaren wisselend, met de een kort en met de ander lang, maar altijd met veel plezier heb samengewerkt. En waarbij ik nooit en nimmer het gevoel heb gehad dat onze politieke meningsverschillen persoonlijke relatie in de weg hebben gestaan. Daar ben ik jullie zeer dankbaar voor, want aan mij zal het niet altijd geleden hebben. Ik heb mijn foutjes wel eens gemaakt en als ik mijn excuses daar toen niet voor aangeboden heb, dan nu maar in één keer. Want er ontglipt mij ook nog wel eens wat. Tenslotte, dat hoort dan zo in politieke toespraken, mijn vrouw en kinderen, zonder wie ik hier niet stond, want dan bleef ik namelijk gewoon in de gemeenteraad. En dan hadden we dit hele feestje niet. Want zij zijn het geweest die, want ik ben eigenlijk ook nog een tobber. Zoals sommigen van jullie ook wel weten. En zeker als het gaat om pensioenen en al dat soort rare burgerlijkheden. Waar je wel eens druk om kan maken. Je kinderen zullen ze wel het allemaal goed hebben. Zal ik wel goed voor ze kunnen zorgen, et cetera, et cetera. En in dat soort overwegingen kan je wel eens denken dat je het dan maar niet moet doen om de landelijke politiek in te gaan. Want we weten dat de politiek een buitengewoon glibberig pad is. Nou, ik loop al niet zo stevig, dus dat moet ik. En ik, plus dat ik regelmatig rare dingen zeg in de politiek of bijzondere ideeën daarover heb. Wat niet iedereen begrijpt. Maakt niet uit. Toen ik zo zat te tobben een paar weken en echt heel slecht sliep, toen hebben met name mijn kinderen mij daar overheen geholpen door tegen mij te zeggen, zak ouwe vent, hou nou maar eens op, doe het gewoon. Het is gewoon leuk, het is een avontuur en daar ben ik ze buitengewoon dankbaar voor, want ik heb al dingen meegemaakt die ik nu al niet meer vergeet. En ik hoop er iets heel moois van te maken. En dus Anke, David, Laura en natuurlijk Jodit en Kevin. Kijk, onze laatste aanwinst, niet te vergeten, enorm, enorm bedankt. Nou, ben ik niemand vergeten? Nee? Ja, de heren van de pers natuurlijk. Ja, het allerbelangrijkste. Nou jongens, bedankt. Ik ben benieuwd wat ze hier weer voor kunnen maken. Nee. Ja, ja. Jij ook bedankt voor de nachtelijke mails. Ja, ik heb wel wat kopij. De kranten vulden zich wel. Nou, afijn. Jongens, leuk dat jullie hier ook zijn. Want met z'n allen maken we de politiek voor Leiden, voor onze fijne stad. Dat we daar nog maar lang plezier van mogen hebben. Een van de voordelen is van het Kamerlidmaatschap. Ik kan gewoon in Leiden blijven wonen, anders stond ik hier ook niet. Dus blijf ik ook doen en waar het kan zal ik het belang van Leiden ook in Den Haag dienen. Ik dank jullie zeer voor je komst en voor alle samenwerking. En voor alles wat ik hiervoor gezegd heb wil ik jullie zeer hartelijk bedanken. En tot ziens.